Welkom bij de Omdenken Podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken. Goedemiddag. Tegenover mij zit. Lianne. L-I-A-N-N-E, L -I -A -N -N -E, neem je dan aan. Correct. Uit. Lianne. Ja, ja, heel goed. Ding, ding, ding. ding. Ja. En uh, wie is Lianne? Wat doet Lianne? Kun je enige inzichten geven over, over jou? Enige inzicht. Enige. Ja. Uh, ik ben Lianne, ik ben 27 jaar. Ik kom uit het noorden van het land, de provincie Groningen. Daar woon ik nu ook samen met mijn vriend. En we hebben twee katten, Fred en Vrija. En, uh, nou, ja. In het dagelijks leven uh, wissel ik uh, geregeld van hobby. Ik haak, ik tuinier, ik lees, luister podcasts, doe van alles tegelijkertijd. Af en toe sporten. Uh, ik ben bijna klaar met mijn studie, Human Welke Research ja. uh, ja. Ja. HBO of? Uh... HBO? Ja. Dus ik wacht nu op, uh, op feedback van ja. uh, onderzoek. Als je die hebt gekregen, dan is je studie zo'n beetje afgerond. Ja. ja, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden, later als ik groot ben, maar ja. daar komen we nog wel achter. Ik hoop het. Ja, dat is niet mijn ja. probleem. Eigenlijk. Nou, kijk, als je gewoon helemaal nooit weet wat je wil worden, je leven gaat toch gewoon door. Op ja, een gegeven moment is het voorbij. Ja. Dus het maakt eigenlijk. Nee, daar, daar <laughs> maar dat maakt niet. Even niet uit. Dat maakt niet heel veel uit, nee. nee. Dus maar dit alles, zo... dit alles, dit ja. lijkt alles me, lijkt me zo. Ja. Um, uh, want je komt hier natuurlijk voor een probleem, zoals iedereen. Dus. Ja. Gooi hem erin. Oké, okay, nou, ik vind dat de wereld een beetje te traag gaat. En dat klinkt vrij groot. En ik, ga, ik heb concrete voorbeelden. Want de voor wereld je. gaat te traag. Ja, de wereld gaat best wel traag. Mag ik dit even tot me door laten dringen? De wereld gaat te traag. Gaat traag. Ja. traag. Ja. Het zou voor jou allemaal een stukje sneller mogen. Ja, precies. Ja. Nou, je zegt meteen al, ik kan wel met een voorbeeld komen. Dus ga je ja. gang? Nou, het, het, het specifiek is het, het probleem vaak andere mensen. Oh, mensen gaan Mensen te traag. gaan te traag. Ik dacht dat de wereld eruit gaat met 44.000 ja, km per De wereld per, zelf gaat vrij snel. Per dag of zo? Ja. Eén bent in de omwenteling van de aarde is. 40, nou, maar niet maar uit. snel. Ja, snel. Maar het gaat maar, om mensen. Oké, okay, mensen. Mensen ja. zijn traag. Ik heb bijvoorbeeld uh, laatst, weet ik veel, we hadden de oplader. en. Um, ik snapte even niet, mijn vriend had daar iets mee gedaan met die oplading. Ik snapte het even niet. En toen vroeg ik dat aan hem en toen gaf hij één woord. En toen dacht ik: Oh ja, dat zegt super slim. Maar dan daarna volgen nog tien zinnen om uit te leggen wat hij nou precies bedoelt. Maar dat snapte je had ik... je wel? Ja, nou dat eerste woord snapte ik het al. Ja. Nou, dat is super frustrerend. Want ik heb eigenlijk gewoon een souffleur nodig die me even één woord geeft. En dan snap ik het wel. Ja. Dus dat frustreert me maatloos. Maar laat je dan. hem dan gewoon wel babbelen en uitpraten? Nee, soms niet. Als in de ga ik er tussendoor, ja, ik snap het wel. En dan denk ik, ja, maar mensen willen soms ook gewoon hun zinnen afmaken, zegt hij dan. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, ja, okay, ik snap je al. Ik merk me even nu zorgen of het probleem gaat over jou, met mensen in het algemeen, of jou en je vriend. Maar we gaan ja, alleen. Ik heb nog een voorbeeld. Ja, daarom. Ja. Ga je gang. Nou, uh, we spelen ook een spel, ook, ook met mijn vriend. Maar het gaat nu niet over hem. Gelukkig met maar. Met mijn moeder en uh, haar vriend. En dan, uh, ik was even vergeten wat er op zijn kaartje stond. Want ik was een strategie. Het is een spel met z'n vieren wat je speelt. En ik was een strategie aan het bedenken. En ik was even vergeten wat er op zijn kaartje stond. Dus ja. dan vraag je dat ook. Maar dan gaat hij het hele kaartje voorlezen. Ja, als ik de titel weet van wat Gaat kaartje... weer over die vriend, hè? Nee, 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 over die vriend van Mijn moeder, die vriend van je moeder, ging het hele ja. kaartje ja, voorlezen. Ja, precies. ja. of uh, ik heb een student die ik begeleid en die had uh, hij frustreerde zich, hij ergerde zich aan andere studenten en uh, ja, dat ging over emoties of zo. En toen reflecteerde ik dat terug naar hem. Ik zeg: Hé, hey, als jij je ergt aan andere mensen, dan gaat het vaker over jezelf en dan nou en dan bladerde die drama weer overheen. Dat kon hij gewoon niet aannemen of zo. Ik weet het niet, maar dat is super frustrerend als je dat soort dingen ziet of dingen sneller door hebt. Even. Dit is een ander soort voorbeeld. Als ik goed begrijp, jij had een mechanisme in de gaten dat hij ja. zich aan anderen ergerde. en jij wilde hem vertellen ja. dat je aan andere mensen ergert. zegt, vaak iets over jezelf. Ja, precies. En uh, alleen hij had dat niet meteen door. Nee, hij wilde het ook niet aannemen. Hij blerde er daar gewoon overheen. Jij begon met mensen zijn te traag. Ja. Maar dat te traag, daar zitten dus meerdere facetten aan. Dat ja. zit iets, het is niet iets... tweeledig, uh, kom ik nu achter. Ja, he, he, ze, weet je wat we doen? We gaan gewoon alle, allemaal voorbeelden voor jou verzamelen waar je aan ergert. Ja. Uh, met mensen dan. He, ja, want ja. De, de aarde en dieren, en dat, dat is het probleem niet. Mensen. Ja. En dan uh, jouw analyse was het: de wereld is te traag. De wereld, mensen ja. zijn te traag. Ja. Dan gaan we checken of die klopt of niet. Ja. En of deze voorbeelden überhaupt iets met elkaar te maken hebben. Of een heleboel problemen. We gaan ja. gewoon eerst eens kijken, is er überhaupt wel een probleem? Kortom, ja, dat is ja? goed. Dus ja. we hebben twee voorbeelden ja. uh, 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 of nee, drie drie, drie, drie voor, Ik herhaal even, even voor mezelf. Het gaat zo mm -hmm. snel. Uh, oh, je bent ja. zo snel en ik ben zo traag. Pas op, he, ik heb je een Bijvoorbeeld, één, uh, jouw vriend wil je eens uitleggen. Je weet, in een woord genoeg, je ja, houdt nou eens in je mond. Ja, voorbeeld twee. Je wil weten wat er op een kaartje staat van de vriend van je moeder. Ja. en je vraagt hem naar, en hij zegt, één, twee woorden, je weet het wel. Daarna ja. gaat hij doorbabbelen, Ik hou nou eens je mond. Ja. ja, dat is hetzelfde. Maar dan, derde voorbeeld, was iets anders. Je hebt een student die begeleid jij. Ja. De die student ergert zich aan iets. En jij wil hem vertellen dat heeft weer hem uitleggen. Mm -hmm. uitleggen. Uh, hallo, dat je ergens andere mensen heeft te maken met innerlijk conflict. Mm -hmm. En uh, maar hij wil dat gewoon überhaupt niet aan. Nee, nee. Oké, okay, deze drie heb ik. Ik heb uh -huh. het alleen maar even voor me herhaald voor mezelf. Ja. Dat ik het voor me zie. Ja. Jij weet die voorbeelden wel, het is jouw wereld. Maar mm. voor mij zijn ze nieuw. Ja. Heb je nog een vierde, vijfde, zesde, zevende voorbeeld eventueel? Uh, ja, een andere vriendin. Uh, als ik daar aan vraag hoe het met haar gaat... dan komt er alleen een stortvloed aan dingen die niet goed gaan in haar leven. En alles wat frustrerend is en... Dan moet ik dat maar de hele tijd blijven aanhoren, zeg maar. En dan, uh, dan zeg ik wel, dan ga ik wel eens met haar mee daarin. En dan zeg ik wel eens, oh ja, nee, het is ook allemaal heel vervelend. En dan zegt ze, oh ja, maar het valt eigenlijk al mee. Maar dat blijft de hele tijd maar doorgaan. Nou, dat gaat ook veel te traag. Dat is eigenlijk hetzelfde als die student. Dat, dat ze het gewoon niet in wil zien, niet wil aannemen, niet kan aannemen. Ik weet niet helemaal wat het is. Maar jij hebt dus eigenlijk de aanname. Dat als jij een briljant inzicht hebt. Mm -hmm. Gewoon een inzicht. Ja. Nou, dat leg je dan de mensen uit, dan moeten ze begrijpen. Klaar. En door met het leven. Ja, precies. Dat is wat je van andere mensen verwacht. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Terwijl je net zelf zei dat je in de gaten hebt als mensen zich aan iets erger, dat het vaak zegt over waar ja. ze zelf een probleem hebben. Maar goed, je bent het niet, niet voor niks hier. Nee, precies. Ja, dat heeft alles van alles waarschijnlijk dan te maken met jezelf. Maar ja. daar gaan we achter komen. Ja. Oké, okay. dat zijn andersoorten voorbeelden. Heb je nog een voorbeeld? Eh. Uh... Misschien iets gewoon van een stuk langer terug. Uh, iets oh, uit je puberteit ja. of jeugd. Nee, ik heb er nog wel één. Ja. Uh, ik lust geen spruitjes. Ja. En uh, elke keer als ik dat zeg tegen mijn moeder, dan weet ik al wat, wat zij daar achteraan gaat zeggen. Namelijk, ja, maar om de tien jaar wisselt dat je smaak, weet ik veel, dat soort dingen. Ja. Dus dan bouw ik van tevoren al al die dingen in die zij toch al wel gaat zeggen. Want ik weet al hoe het gesprek weer gaat lopen. Ik wil daar gewoon even vertellen. ja, Ik heb weer tig recepten geprobeerd waar ook spruitjes in zitten. Uh, maar ik lust ze gewoon niet. Ja. Dus dan probeer ik van tevoren al wel in te bouwen. Want anders zegt ze de hele tijd weer hetzelfde. En dan denk ik, ja, dat weet ik wel. Het begint maar bij mij iets naar boven te borrelen. dat je andere mensen dom vindt. Ja, <laughs> <laughs> gewoon dom. Ik ga ook niet vertellen aan mensen andere dom. mensen dat ik hier in de podcast zit. Want het is, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik heb, er echt, ik heb er zelf last van dat ik andere mensen zo benader en maar maar, maar, die maar, verwachtingen van maar, maar zijn. je bevestigt. Ik onderbreek je even, sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Maar mij is dat bij jou geen enkel probleem. Nee, toch? zeker niet. Even voor de luisteraars: dus denk, waarom onderbreekt hij nou? Nou, ja, omdat hoor. we zitten hier we zijn in sync, we zijn helemaal ja. gekalibreerd ge op elkaar. Jij vindt andere mensen dom, dus daar is het, hebben al deze voordelen met elkaar gemeen. Dat je, je ergert, dan heb je het nou nog niet door. Doe niet zo dom. Ja, ja, ja dat ja. wat er aan de hand is. Ja. En heb je. Heb je heb je ook andere voorbeelden die anders zijn dan dit? Of is het echt waar dit over gaat? Als, als, is al jouw ergernis bij andere mensen waar je hiervoor komt? Heeft dat vooral te maken met doen niet zo dom, joh? Um, ik ga dat even checken. Is mm -hmm. het nu in je hoofd een aantal voorbeelden ja. af te vinken waarschijnlijk? Ja. ja, dat denk ik wel, hoor. Ja, ja. ja volgens mij zit je wel op een goede ja. ja. Oké, okay, Dus uh, jij kwam hierbij, de wereld gaat zo langzaam. Ja. De, andere mensen zijn zo langzaam. Ja. En we zijn nu op, ik vind mensen vrij snel dom. Ja, ja. ja. Oké. Okay, nou, wat als ik nou zeg, ja, sommige mensen zijn gewoon niet zo snel. Ja. Dat klopt. Wat is daar dan precies voor jou erg aan? Dat ik vaak het gevoel heb dat ik dus op de rem moet staan voor mezelf, omdat mijn gedachten en mijn denken die gaan die al door. veel sneller. Wat is er erg aan dat je af en toe op de rem moet staan? Nou, af en toe is niet vervelend, maar als je het zo vaak tegenkomt, dat begint wel... Wat is, er, wat is er erg aan dat je regelmatig, vrij vaak, zeer vaak, voor ja. jouw gevoel... Uh, misschien wel voor je gevoel onophoudelijk... wat is er erg aan dat je vaak moet inhouden voor andere mensen? Wat La is er erg aan? Het kost maar, het, het er maar een seconde of tien, twintig, vijfentwintig. Dat is het toch? Je hoeft je, je, hoeft je hele leven toch niet op stilstand te laten komen? Nee. Laat je vrienden gewoon even uitleggen met, met hoe, dat, hoe dat moet. Ja. Ja, ik, mm, ik ben het er nog niet maar, mee eens. Waar ben je het niet mee eens dan? Dat dat ik dat, dat dat gewoon maar zo moet of zo. Er zit nog iets. Je vindt dat ze sneller moeten zijn. Nee, dat kan ik niet verwachten van andere mensen. Nee, dus, nee. Dat, dat begrijp ik wel. Is dat niet de goede vraag dan? Is er een andere vraag die beter is? Vermoed je dat? Ja, misschien. Want als ik het even trek naar bijvoorbeeld inderdaad dieren of de natuur. Dat vind ik heerlijk dat dat elke dag een klein beetje verandert. Mm -hmm. En dat die traagheid daarin, die kan ik daarin heel erg waarderen. Maar er zit iets in mensen. Want je het bloed aan de vandaag. Laten we het even over je moeder hebben met de spruitjes. Ja. We gaan er eentje even precies verkennen. We ja. gaan er ontrafelen wat daar precies gebeurt. Ja. Jouw moeder vraagt dus, begrijp ik, aan jou... Uh, God, wil je spruitjes? Wil je spruitjes? Lust je spruitjes? Nee, dit was gewoon iets wat ik gewoon random tegen haar zei. Het was niet een... Uh, zij vroeg niet aan mij of ik spruitjes wilde eten. Maar ik begrijp wel dat als jij zegt dat je geen dat er een hele monoloog komt van je moeder... waar je ja. niet op zit te wachten, toch? Dat heb ik ja, goed ja, onthouden, doe, toch? Dan doe ik het eigenlijk zelf, hè? Nee, ik zeg, ik zeg even niks. Ja, maar zeg ik, dat zeg ik. Zeg even, leg even uit wat je wilt vertellen nu. Nou ja, Ik haak ik, even af, namelijk. Ja, als ik weet dat zij dat waarschijnlijk gaat zeggen... Als je vermoedt dat zij dat waarschijnlijk gaat zeggen, Als ik zeg, vermoed, ja? ja, over het algemeen ja. dat antwoord verwacht... Maar ik begin zelf over de spruitjes. Tenminste, we hadden het over eten in het algemeen. Ja. En toen kwam dat ja. in me op. Jij zei dat? Ja. En toen kwam er van haar kant een monoloog. Ja. ja. En als dan zo'n monoloog begint, uh -huh. waarvan je al vermoedt, die zal wel die en die kant op gaan. En dat uh -huh. vermoeden, ik ga ervan uit dat dat klopt. Dat ja. dat, dat niet uh, zo'n verhaal wat je al veel vaker hebt gehoord. Ja. Om de dus zoveel jaar, vooral dat je smaakt. Ja. Nou, monoloog. Ja. Uh -huh. Wat gebeurt er. <laughs> je moet lachen omdat het zo super concreet is. Ja. En, uh, dat hou ik van. Uh, wat gebeurt er. Wat gebeurt... De knap knapt blijkbaar iets bij jou. Maar wat gebeurt ja. er dan precies met jou als die monoloog van je moeder van start gaat? Nou, ik kan bijna praktisch gezien elk woord bijna met haar meepraten. Mm -hmm. Het lijkt me gewoon leuk om eens iets anders daarop te horen ook. Het is hetzelfde. Ja, dat begrijp ik allemaal. Maar ja. kun je ook uitleggen. Wat, maar je bent er niet een beetje. Je bent er bijna, bijna voor mij woedend. <laughs> is bijna het goede woord toch? Als ik zo kijk naar hoe je praat. Hoe je ja, je dat over ik dat Het breed is een hoor. soort verrazenij. Ja. Of iets, misschien een soort hopeloosheid. Ik weet ja. niet wat de goede woorden zijn. Nee, dat weet ik praat ook niet. Praat eens met me mee. Wat, wat, wat voor woorden zou je geven aan de emotie die het losmaakt bij jou? Nou, inderdaad, dat ik een soort van. Dat gas extra in wil zeggen. Ja, doe nou eens. Vertel nou eens verder. Stop daar nou eens mee. De hele tijd hetzelfde te zeggen. Alsof het een soort van voorgeprogrammeerd is. Mm -hmm. Ik weet het niet zo goed. E, la, 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 gewoon wat je nu zegt. Als ze, dat, dat, is al, dat is al bruikbaar werkmateriaal. Mm -hmm. uh, zeg je dat dan ook tegen je moeder? Nee. Ik onderbreek haar wel en zeg: Ja, dat weet ik wel. Ik weet al, ik weet al dat je dit gaat zeggen. Ja. En dat weet ik ook. Maar dan praat ze toch door. Ja, praat ze wel door. Oké, okay, dat, dat hebben we even verkend. Ja. Je, je zegt wel iets van: Maar ze praat door. Ja. Bij je vriend. Die wil je eens uitleggen. Na één woord weet je genoeg. Ja. Maar hij praat toch door? Ja. Je zegt ik weet het al, maar ja. hij praat toch door? Ja. Oh, Oké, okay. dan begint zich nu het patroon af te spelen. Bij, die, uh, bij dat kaarspel wat jullie met vier aan het doen zijn. Ja, die praat ook door? Hij praat ook gewoon door. Ja, praat gewoon door. ha. ha, 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 ha. Ja. En die student, daar zijn de rollen wat anders, want jij legt iets uit. Mm -hmm. Maar hij lult gewoon door je heen. Hij neemt je. Ah, al deze vier voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat mensen jou gewoon niet serieus nemen. Ja. Blijkbaar. Ja, blijk, ja, tot nu Dus dat is weer wat anders dan dat je ze dom vindt. Ja. Nou ja, je, je vindt ze wel dom en ze zijn irritant en ze ja. lullen als een kip zonder kop. Ja. Maar ze luisteren niet naar jou. Ja. Hm. Hoe is dat? Nou, dat vind ik wel interessant, want zo had ik daar nog niet over nagedacht. Nee, ik ook niet tot nu toe, maar nee. ik ken je nog maar kort. Ja. Je voelt je niet gehoord en gezien. Ja. Hm. Wat zit Lianne nu te denken en te voelen? Ik ben het even op mijn in aan het laten werken. Die had Want je dus... niet zien aankomen? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik stond hier net buiten en toen zag ik het boek staan. Uh, de ik ben oké, okay, jij bent een sukkel. Ja. En toen dacht ik daar nog aan. Ik denk, "Oh, misschien heb ik daar wel eens wat aan. Ja. aan. Nou, wat heel grappig was, je belde aan, maar we hoorden je niet. Ja. En dat ja, voor precies. iemand die hier komt, die zich niet gezien en gehoord voelt. Ja, precies. Dat, dat, het lot, het universum ja. heeft je geconfronteerd met een wijze les. Ja, ja. dat ja. deden jullie expres. En, nou, het uh, universum deed dat, hè? Ja, ja. Oké, je voelt je niet gehoord en niet... Gezien. Dat, laten we dat even als werkhypothese. Ja. Ja. Uh, hoe zou dat komen op, op, op gevoelsmatig niveau? Wat, wat raakt dat bij jou? Wat is er erg aan om je niet gezien of gehoord te voelen? Wat, wat denken ze dan van je mogelijk? Hoe komt dat? Heb je daar, ik stel even meerdere vragen ja. tegelijkertijd, maar wat kan je een soort bron vinden van dit gevoel? Nou, het raakt me in ieder geval emotioneel. Dus er gebeurt wel iets in me maar wat het precies Welke is. emotie komt er dan los? Ja, verdriet. Ja. Dat ik dan zo mijn best doe inderdaad om gehoord te laten voelen, om om iets kenbaar te maken en dat dat dan niet aankomt. Ja, er wordt gewoon doorgeluld ja. of niet geluisterd. Dat zeg hè? ik ook heel vaak. Mensen luisteren om te antwoorden, niet om mij te begrijpen. Ja. Dat is het. Ik doe mijn best in ja. dit podcastgesprek om dat niet daar niet aan mee te ja. doen. Maar dat herken je als dat ja. herken je als iets wat vaker gebeurt. En ja. maar je, je bent verdrietig nu, of niet? Ja, absoluut. Kun je iets over dat verdriet vertellen? Ja, ik weet niet zo goed wat daar precies is. Maar, maar inderdaad, dat je zegt je niet gezien voelen en je niet gehoord voelen, dat is heel pijnlijk. Kun je iets vertellen over je middelbare school of je studietijd oh. of je jeugd? waarin dit speelt. Heeft het gespeelt, speelt dit daar? Heb je even? Ja hoor, ik heb alle tijd. Ja. We knippen alles wat onderdins er wel uit Ja, dat is goed. Nee, ik vond mijn middelbare schooltijd verschrikkelijk. Ik gepest, van middelbare school gewisseld, uh, scheiding. Van alles en nog wat gebeurt in mijn jeugd. En, Jouw zijn uh, gescheiden op ja, ja. jonge leeftijd? Ja. Of, uh, hoe ja. oud was jij? Twee. Hoe? dat is wel redelijk jong. Ja, dat is wel redelijk jong. Ja. En, Had je daarna contact met beide? Of, uh? Nee. Met mijn vader bijna niet meer Daar heb ik nu ook geen contact mee, dus uh, ja. had je broertjes, zusjes? Ja, uh, bij mijn moeder heb ik een halfbroertje, en uh, die is jonger dan jij, neem ik aan. Ja, zeven jaar jonger dan dat ik ben. Ja. En bij mijn biologische vader heb ik ook een halfbroertje, en een overleden broertje en nog een half zusje ook. En met je vader heb je nauwelijks contact, zeg je? Ja, ik heb ik geen contact meer. En met zijn kinderen ook niet, nee, of niet? niet meer? Nee, en je zijn gepest op school vroeger. Ja. Lage school, middelbare school. Middelbare school. En van welke klas tot welke klas? Ik We begon al meteen in klas 1 tot en met, ik denk, klas 4, 5 misschien. Ik ben blijven zitten in klas 4, dus toen werd ik een jaar ouder. En toen stopte het ook Ja, en toen, het ging, het werd minder, of? toen gingen die mensen die mij pesten, volgens mij ook van school af. En toen naar klas 5. Ja. ja. En kan je dan kan je zeggen, je ouders zijn gescheiden, je, met je vader had je geen contact. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe heeft in het leven. Uh, voorafgaat daar waar je nu bent... en uh, niet gezien worden een rol gespeeld dan? Nou, mijn vader is uh, streng christelijk. Dus die wees ook mij heel erg af. Want ik mocht daar geen Harry Potter kijken. Ik had geen eigen slaapkamer daar toen ik nog wel contact met hem had. Toen ik klein was, zeg maar al. wat dan stiep je op een soort logeerkamer dan? Of zo? Ja, dat is een wachtkamer. En er stond een computer en er stond een logeerbed. Ja, maar jij hoorde daar niet? Nee, nee absoluut niet. En uh, geen dromenvangers mocht ik niet uh, op mijn kamer. Ik verzamelde edelstenen en, uh, en ik had een... Dat een... mocht niet? Nee, dat mocht allemaal Want, niet. Want niet christelijk? Nee, dit is heidens of hels, duivels, ik weet het niet. Maar ik werd, ik werd eigenlijk gewoon tot, tot alles wat ik was, werd ik afgewezen in wie ik was. En kwam je daar vaak? In, in, nee. In, hoe, hoe, wat was de wat frequentie waarmee je bij je vader kwam? Nou, de regeling was dat ik er... Het ene weekend, het hele weekend was het andere weekend een dag. En dan de helft van de vakanties. Maar dat werd al vrij snel minder. Want hij bracht me ook heel vaak terug naar mijn moeder. Na vijf minuten dan haalde hij me op. En dan was oh. hij me daarna weer terug. Oh. En hij woonde tegenover de basisschool. Maar daar eten was eigenlijk ook altijd wel uh, moeilijk en gedoe. En uh, op een gegeven moment wilde hij me ook eigenlijk niet meer ophalen. En uh, hij legde ook allemaal dingen bij me neer. die je als kinderen helemaal niet wil weten. Dus dat is wel. Uh, en je zegt, vertel eens over die ene keer dat hij je na vijf minuten terugbracht. Ja, toen wat, was ik dus echt heel erg jong. Echt nog een baby, mijn moeder zo een weekendje weg. En hij heeft me gewoon teruggezet op het station. Hij trok het niet meer of zo, of ik huilde. En hij wist niet hoe hij daarmee om moest gaan. Ja. En dit heb je later gehoord, want dan heb je geen actieve herinneringen. Nee, herinnering. daar heb ik geen herinneringen wat je allemaal beschrijft, je hebt wel heel veel herinneringen aan... dat hij gewoon jou niet echt uh, zag zoals je was. Nee, precies. En jou niet accepteerde zoals je was. Ja. Sterker nog, bij het afzwemmen van mijn, uh, mijn zwemdiploma. Toen ben ik dus voor hem het zwembad uitgelopen. Want ze zeiden, ja, loop maar naar je vader toe om je uit te kleden. En toen ben ik dus naar de nieuwe man van mijn moeder toen gelopen. Omdat ik gewoon hem niet als mijn vader zag. Ja. ja. Dus, uh... Maar ja, die nieuwe man van mijn moeder, daar zit ook nog. Uh, Oeh, dat is echt. Oh, daar kan je ook helemaal over vertellen. Ja, dus nog meer trauma en gedoe en uh, misbruik. Door een tipje van de sluier. Oeh, dat vind ik wel spannend om te delen. Um, nou, emotioneel misbruik, eigenlijk alles. Uh, ik, ik was het kutwijf. En, uh, oh. Ja, ja het zegt, uh, Alles wat ik deed was verkeerd ook. Hij, zei, hij heeft, en je moeder zijn nog bij elkaar? Nee, 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 ondertussen niet meer. Dat is een paar jaar geleden hoor, 2000. En wat, wat is het dan dat je het moeilijk vindt om erover te vertellen? Omdat er helemaal niet zoveel mensen zijn die dat weten van mij. Dat ik dat heb meegemaakt. Wat is het dat je daar. Want ik ga niet doorzeuren en vragen als je nee, niet vertellen. Keer. Maar kun je me wel vertellen, wat is het dat dit zo kwetsbaar is? Heb je daar woorden voor? Nou, oh, kijk, daar hebben we meer afwijzing. <laughs> um, ik heb dit vroeger verteld aan mijn moeder. En toen geloofde ze me niet over het misbruik wat daar had plaatsgevonden. Ja. Dus, en dat uh, moet verschrikkelijk geweest zijn. Ja, ja. En want ging het daarna door? Ja, ja. Het is, ja. 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 En ik respecteer je grenzen en wat je wel of niet wilt vertellen hoor. Ik ja. ben hier om met jou een ja. gesprek te voeren om jou verder te helpen in het hier en nu naar de toekomst. Ja, dat is precies. mijn doel. Hè? Ja. Maar mag ik dan de conclusie trekken dat je door die reactie van je moeder. En door de relatie die je met je vader had, jij van jongs af aan je al door beide eigenlijk niet echt gezien en gehoord voelde? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Nou, dit is een stevige ja. ja. En als kind, als je daarmee geconfronteerd wordt, ik weet niet hoe het met jou was. De meeste kinderen gaan dan denken dat het aan hun ligt. Mm -hmm. En die gaan ook hun reden verzinnen waarom dat dan uh, aan hun ligt. Wat ik, ze zouden moeten doen of veranderen. Ik heb de lat heel hoog gelegd voor mezelf. Ik heb op de basisschool, had ik uh, op maandagmiddag mijn weektaak al af. En ik had Spaans. maandagmiddag je had maandagmiddag ja, weektaak al af. Ja, zeker. Ik had ja. Spaans, ik heb filosofie, ik mocht een toneelstuk schrijven, ik had aardrijkskunde erbij. Van alles en nog wat om mij maar uit te dagen. Omdat ik zo voorliep op uh, alles en iedereen. Omdat ik die lat gewoon zo hoog legde voor mezelf. En was dit dan jouw manier om je alsnog gezien te voelen? Is dat wat je daarmee ik, zeggen wilt? Ja, ik denk dat ik inderdaad probeerde om te laten zien van... ja, maar kijk eens hoe goed ik mijn best doe. Hielp dat? Nee. Nee. <laughs> nee. 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 Maar er is nog geen antwoord op de vraag die ik stelde... Uh, dit is een heel zinvol, zinvolle gedachte. Ja. Je, ging, ben, je bent in je leven heel erg je best gaan doen presteren ja. Ja. om alsnog gezien te worden. Exact. En uh, wat niet helpt, als je zelf wilt, dus ik word niet gezien, dan los, los, geen enkele oplossing werkt dan. Nee. Je schudt ook nee, je bent het met me eens. Ja. Maar de vraag die ik stelde is um, had je als kind een soort idee ontwikkeld waarom het was dat jouw moeder en jouw vader en anderen om je heen, want je werd ook gepest op school, mm -hmm. dat, die, die, die kan je daarbij optellen, die zagen jou dus ook niet echt zoals je was. Nee, precies. En uh, kan je, had je als kind of als jongen een verhaal... een reden waarom mensen jou niet zien. Wat er aan jou mis was of niet deugde... of fout was. Heb je daar een verhaal voor verzonnen of niet? Ik kom niet verder... dan dat gewoon... als ik ben wie ik ben, dan... Ben ik het niet waard of zo? Ik weet het niet. Is me niet interessant ja, genoeg of niet. niet de moeite waard? Zoiets. Hè? Ja. Maar ik heb het idee dat daar niet veel zwaarte meer nee. onder zit. Nee. Dat ben je bij me eens. Hè? Ja, ik, ik, nou, ik heb namelijk het gevoel dat we hem al gevonden hebben. Mm -hmm. uh, namelijk uh, dat jij je uh, voelt je niet gezien. Jij wordt niet gezien, ja. tenzij je je best doet om je te laten zien. En dan ja. kun je hopen dat je gezien wordt. Ja. En als het dan opnieuw misgaat. Dan word je boos, want je: ja. hallo, jullie zagen me al niet. Nee. En dan nou breng ik onder woorden wat ik vind en denk, en ja. dan zien jullie me gewoon alweer niet. Ja, precies. Hm. Oké. Okay. Dus we hebben hem. Ja. Nog even los van hoe dan en wat dan, hoe ja. moet het in de toekomst verder? Ja, Heeft we, niks te maken. We, kunnen we wat sneller? Nou, ik, ik vind het moet sneller, moet ik sneller, ja. moet ik sneller. Ja. Die, hier doen normale psychologen veel langer over. Hè? Ja, dat maar, is waar. En Het is, gaat dus ook nog. Ja. Maar, uh, um, Kort samenvatting: jij dacht ja. de wereld gaat te snel, ja. foutje. Toen dachten wij, je ergert je aan mensen als ze dom zijn. Ja. Maar eigenlijk komen we erom neer, waar je moeite mee hebt... is als je het gevoel hebt dat mensen je niet zien... terwijl je je best doet om jezelf te laten zien. Ja. Dus je wilt, is, ik ben iemand die wordt niet gezien... ik word niet gehoord. Ja. Tenzij ik mijn best doe. Ja. En dan matig gezien worden. Als in, zelfs als je je best doet, dan... Komt het er dus niet in? Nee, dus een soort pseudo-waardering. Ja, ja. Oké, okay, ze zien je dan wel eventjes, maar het is tijdelijk en exact. het lost niet op. Exact. Dus dit, dit hebben, dit dan hebben we, volgens mij, hebben we een antwoord op de vraag: waarom erger jij je zo? Want dat was je probleem. Ik, ik help ja. jou dus met het probleem waarmee je komt. Dat is steeds ja, de bedoeling ja. van deze podcast. Het ja, Einde van deze podcast: probleem is opgelost, losgelaten, waargenomen uh, of omgedacht. Mm -hmm. um, jouw probleem was: uh, ik erger me dat de wereld zo langzaam gaat. Het antwoord weten we, mijn zelfbeeld is: ik word niet gezien door mensen. Ja. Ja. Is dit een, een volle ja-zo? Ja, zo? ja er zit maar Is er nog wat, ja, wat bedenkklank ja, bij? Precies. Nou ja, ik heb heel erg mijn best gedaan. Nou, ja. hebben we hem weer. Ik heb heel ja. erg mijn best gedaan om er ook achter te komen: hé, hey, hoe zie ik andere mensen? Ik ben het denk ik daarom andere mensen veel meer geprobeerd om hen te zien. Ik denk in de hoop, in een soort van wederkerigheid. Precies, dat doen we allemaal. Dat ik het dan terug ja. zou krijgen. Ja. Als we onszelf onaardig vinden, dan gaan we heel aardig doen tegen andere mensen. Ja, precies. Hm. Ja. Eigenlijk wat je zegt bevestigt de, de diagnose. Ja. Oké. Okay. Dus je zelfbeeld is, ik haal, ik word niet gezien en ik word niet gehoord. Tenzij ik heel erg mijn best doe en dan word ik misschien een beetje gehoord. Ja, precies. Nou, dat is een hel om te leven. Ja, <laughs> dat is zo verschrikkelijk. Daar wil niemand zijn. Daar nee, wil niemand leven. Zeker niet. Dus dit gezegd hebbend, uh, Lianne, wat nu? Vind ik een hele goede vraag. Ja, daarom stel ik hem. Ja. Ik probeer het heel snel te doen, hè? Maar ja. anders denk jij dat ik te langzaam ga. Absoluut. Voel ik je en zie, zie ik het nu goed genoeg? Ja. Ik check het even in dit ja. gesprek. Volgens mij wel. Hè. Ja. ja. Wat nu? Hm. Ja, kijk, ik heb andere podcasts geluisterd. Dus uh, humor is een van de varianten. Maar ik heb mm. geen flauw idee nog even hoe we dat zouden kunnen toepassen. Nou, wat, waar het in dit geval mee begint... is de erkenning dat op het moment dat jij je niet gezien of gehoord voelt... Mm -hmm. voor jezelf dat dat pijn doet. Dat, ja. dat je dat onaangenaam is. Ja. En ik geef je ook de gedachte mee... alle momenten die je beschrijft, gebeurde dat ook. Ja, je werd gewoon even niet gezien en gehoord. Mm -hmm. En dat overkomt jou en dat overkomt uh, mij. Dat overkomt ons allemaal. Andere Absoluut. mensen maken foutjes, ze letten niet op, ze zitten ja. in hun eigen hoofden. We zien elkaar soms niet. Ja. Uh, alleen, jij hebt een antenne die is oh, extreem gevoelig. Ja. Uh, hij doet het eigenlijk gewoon veel te goed. Ja, precies. Uh, dus ik wil je een gedachte meegeven. En dat is, een, dat is voor een deel uh, omdenken. Ik zie het als een uh, te goed ontwikkelde kwaliteit. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, uh, op het moment dat jouw vriend alsmaar doordennet. Mm -hmm. met uitleggen wat er aan de hand is. terwijl je weet het al. Ja. vanaf nu is het legitiem. dat je niet boos of geïrriteerd op je vriend reageert. Dat je gewoon, het is genoeg. Stop maar, ik voel me. ik begrijp het al. En als je doorpraat. voel ik me niet gehoord en gezien. Ja. Dat je dat gewoon gaat zeggen tegen mensen. Ja, dat kan ik wel. En zelfs. Als die woorden voor hun gevoel te groot zijn, zei, ja, hallo niet gezien, gehoord, ik leg gewoon de kaart uit, doen niet zo moeilijk. Mm -hmm. dat, dat is hoe het bij mij werkt. Ik ben daar gevoelig voor. Dus dat je ja. je eigen gevoeligheid omarmt. Ja. En dat je, ja, ik ben op dit gebied gevoelig. Ik voel me snel niet gezien en gehoord, ook als het niet helemaal klopt. En dat je dat gewoon gaat communiceren ja. uh, op een serieuze manier. Mm -hmm. En ook daarbij in acht nemen dat het vaak ook gewoon wel klopt. Zo dom is het. Zo dom ben je niet. Dat wat klopt. Dat je gewoon op dat moment niet gezien oh, gevoel ja. mm -hmm. dat, ja. en gevoeld wordt. Dus dat je daar last van hebt, is heel legitiem. Ja. En het is ook legitiem om assertief te zijn. Ja. Tegen je moeder en tegen je vader en tegen klasgenoten is het veel lastiger om assertief te zijn. Want dan, als je daar gaat over klagen, dan moet je gewoon uh, ja hallo, dan loop je groot risico. Maar nu ben je een groot volwassen meisje. Je bent ja. bijna afgestudeerd. Ja. En, uh, 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 en als mensen dit het signaal voor jou niet serieus nemen als je niet willen zien. Nu kun je zeggen, joh, dan wil ik met jou niks te maken hebben. Ja. Dat is dus een eerste gedachte die ik je mee wil geven. Dat beetje, beetje anders dan wat ik meestal zeg als het gaat om zo'n negatief zelfbeeld mm -hmm. is. Uh, communiceer je kwetsbaarheid. Ja, maar dat voelt ook veel uh, krachtiger en dichter bij mezelf dan er humor tegenaan te gooien. Want dit is veel meer een voor dit mij. Dit is oude pijn hè, bij jou. Ja, het is een hele oude pijn. Maar het voelt veel authentieker om gewoon te benoemen met. Hé, hey, ik voel me nu niet gezien. Als ja. je luister naar me. Ja. Dit is wat ik. Uh... Ik voel me niet gezien en dat, ja. uh, is, dat is pijnlijk voor mij. Ja, precies. Los van hoe jij dat bedoelt. Ja. En daar gaat het niet om. Nee. Dus beschuldig jou niet. Nee. vertel je mijn kwetsbaarheid. Ja. ja, het gaat helemaal niet om die ander. Nee, het gaat het om de pijn die in mij geraakt wordt. Ja. ja. Hm. En ja, daar kan je de humor van maken. En ja, maar ja. Eh, dit, is, dit is volgens mij inderdaad een veel handzamer, uh, het, een handzamer interventie... die meer bij jou past. Ja, absoluut. Ja. Ja. En daarom, ik zie het ook gedeeltelijk inderdaad als kwaliteit. Want daardoor ben ik heel scherp op, op lichaamstaal met andere mensen. Ik neem aan dat je ook snel in de gaten hebt... of mensen elkaar wel of niet zien. Oh ja, absoluut. Ja. Of wat voor pijn erachter zit... als mensen passief-agressieve opmerkingen maken. Dan voel ik meestal wel wat daarachter mm. zit. In ieder geval, zelfs als je niet precies aanvoelt. Je weet dan, er is iets, net zoals bij mij, achter dingen spelen. Zo is het bij de anderen ook. Ja, exact. Ja, ja precies. Mijn aanname is dat we er wel zijn, vreemd genoeg. Want het gaat ja. razendsnel. Ja. Um, we kunnen leuk doorkletsen. En ja. vind ik, ik vind het heel gezellig kletsen, ja. Ik zou je ook graag nog uitvoeren, iets uitleggen, wat je al weet. Ja. En het, nee. um, maar heb jij dat gevoel ook? Hoe, hoe, hoe zit je er nu bij? Hoe, hoe, gaat, hoe gaat het met je? Hoe vertel eens. Ja, wel beter in Ja, dat raakte iets in me, wat, wat betekende dat we op de goede weg zaten. Maar dit voelt eigenlijk als een hele makkelijke, prettige oplossing. Want ik vertelde al, hey ik snap het al. Maar ik denk dat als ik mijn kwetsbaarheid daarbij durf te tonen, dat het dan meer aankomt. Omdat het dan meer mens tot mens is en hé, hey, ik benoem mijn emotie die ik erbij voel. Ja. 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 En een tweede gedachte, terwijl je praat, dat de tweede gedachte die ik je mee wil geven is uh, wat je kunt bedenken op het moment dat je iets heel erg raakt. Maar het is eigenlijk heel onbelangrijk, zoals iemand die een kaart uitlegt of zo. Ja, dat je ook kunt bedenken, ik voel me nu wel geraakt. Mm -hmm. en het is ook een beetje irritant dat iemand allemaal lult. Hallo, ik begrijp het wel. Ja. Maar dat ik zo heftig emotioneel reageer, is echt wel mijn ding. Weet ja. je wat? Ik omarm het. Dat gevoel mag er helemaal zijn. Mm -hmm. Ik ga het niet verdringen. Nee. Ik voel me niet gezien. Uh, die oude pijn komt nu even terug in vrij heftige mate. Maar ik weet mijn verstand, dit is uit verhouding. ga ja, nou, ik haal gewoon adem. Jo, laat het hem even uitleggen. Ja. Gaat het over? Maar ik mag wel voelen wat ik voel. Ja. Ik, en ik ben niet stom dat ik het voel. En de ander is ook niet stom. Dat is gewoon hoe dat bij mij werkt. Ja. ja. Dat is vooral eentje die blijft hangen. Inderdaad, de ander is niet stom. De nee. ander is niet dom. De, nee. de ander is geen sukkel. Nee. En uh, zelfs als het heel ontzettend onhandig is wat ze doen, of klungelig, of ze me echt niet horen, ja, wij maken allemaal fout. Ja, dat is menselijk. Dat is menselijk. Ja. ja. Oké. Okay. Dank je wel. Dit klinkt een afrondende oké. Okay. Ja. Dat ja. voelt ook zo. Ja, absoluut. Ja, nou, voor, voor mij ook. Ja. En uh, uh, ja, zoals altijd, we houden contact. En ik ben heel erg benieuwd of dit inderdaad. Want ik vond je voorbeelden echt super. Uh, super uh, schattig en tof en leuk. Want ik hou van hele concrete voorbeelden. Waarbij je echt kunt voelen van... waarom, waarom erger je nou zo? Ja. En de grap is dat het om in instantie... als je het hoort, is het ontzettend lachwekkend... dat je, nou, die vrouw is gewoon gek. Ja, die absoluut. Kan je, nou, nee. en, maar dat het heel invoelbaar en menselijk wordt... als ik jouw toelichting hoor... en je, wat je verteld hebt over je jeugd... En je, en, je, en je stiefvader en zo. We hebben daar heel kort even bij stilgegaan. Het is ook genoeg. Het is helemaal ja. genoeg voor mij. Ja. Maar ik... Ik krijg opeens heel veel sympathie door dit gesprek... voor iemand die zich ogenschijnlijk aan onnodige dingen ergert. Omdat hij zegt over de diepe pijn die je met je meedraagt. Ja. En die je hopelijk kunt gaan loslaten de komende tijd. Nou, beter dan dat kun je me niet zien. Ja. Dankjewel. Ja, nou met alle liefde gedaan. Oké. Okay. Goed gedaan, meid. Dankjewel. Even hand. Ja, dankjewel, hé. Lekker snel, hè? Ja. Bam. Ja. Dit is hem gewoon. Ja. Hm. ja. Ja, maar het is hetzelfde. Ik heb nog meer voorbeelden. Ik had vroeger een vouwfiets. En. Uh... <laughs> vertel me over de Lopen we nog? Ja, vertel me over. Ik had vroeger had ik een vouwfiets. En. Uh, we waren met z'n zessen of zo. Hadden we allemaal vouwfietsen. Maar die van mij was roestig, oud. ding, ergens van marktplaats. En zij hadden allemaal uh, veel gloednieuwere. Helemaal geweldige. Fancy, licht duur. Licht erop, spannend. makkelijk. Ja. Licht om mee te nemen. En toen zei ik dat thuis. En toen werd ik daarin niet geloofd. Want dat zal toch wel meevallen. Totdat er een keer een van die klasgenootjes mee naar huis kwam. en zei dat Spliksprint een nieuwe ding. naast die van mij zagen staan. En toen kreeg ik opeens wel een nieuwe. Maar alleen maar nadat er een andere. Ja. vouwfiets meegenomen was, pas ja, toen. Precies, ja. ja, Of ik had een licht op mijn fiets. Uh, en uh, ja, de landwegjes. op het platteland in Groningen. zijn niet goed verlicht, eigenlijk niet. Dus dan moet, moet je gewoon goed licht hebben. En ik had een lamp en ja, ik zag daar helemaal niks mee. En dat werd ook niet geloofd, was allemaal niet goed. Totdat mijn stiefvader inderdaad op de fiets een keer naar het dorp verderop ging en de sloot in is gereden omdat hij niks zag. En toen ah. was ik een nieuw licht. <laughs> maar je werd gewoon, gewoon echt niet geloofd. Dus? Nee. Gewoon niet geloofd. Nee. Dus het is niet gezien en gehoord worden. Zelfs nadat je heel erg je best doet om ja. jezelf gezien en gehoord te voelen. Ja, exact. Ja, dan begrijp ik het wel. Ja. Nou, wie weet doen we die er nog in deze van de fouwfiets. Ja, ja. Dus ja, hoe concreter de voorbeelden is, te beter. Ja. Ben je benieuwd hoe het nu is met de gasten uit onze podcast? Blijf dan nog even luisteren, want we vroegen een tijdje later om een update en die ga je nu horen. Hoi, hier een update van hoe het nu met me gaat. Het is nu iets meer dan vijf maanden geleden dat we de podcast hebben opgenomen. En ik weet nog dat ik na de podcast ben gaan experimenteren. Ik ging namelijk heel hard mijn best doen om gezien te worden. En dat resulteerde er inderdaad in dat ik niet gezien werd. En toen ik minder hard mijn best ging doen om gezien te worden, gebeurde het tegenovergestelde. Ik werd namelijk meer gezien. En dat was uh, heel raar om mee te maken. En ik ben dat de afgelopen maanden gaan experimenteren en gaan uitproberen. Maar wat ik vooral me heel erg besef nu is dat het is niet erg als iemand je even niet ziet. En dat is menselijk, dat doen we ook helemaal niet expres. En dat iemand mij of iemand anders je even niet ziet, betekent niet dat diegene dat niet wil. Dus uh, dat helpt echt enorm. En als ik nu even niet gezien word, dan kan ik dat veel beter aangeven. Uh, ik kom veel makkelijker tot de kern van miscommunicaties um, of andere problemen. En ik zie het ook veel makkelijker bij andere mensen gebeuren, dat ik denk dat ik aannames heb over dat het waarschijnlijk veel meer zit en dat mensen zich niet gezien of gehoord voelen. Uh, als ik niet gezien word, dan voel ik ook heel erg die pijn, die oude pijn van vroeger. Uh, ik heb daar veel meer begrip voor nu en ik zie echt dat dat vooral te maken heeft met pijn die ik al heb. Het opnemen van de podcast is voor mij echt een enorm waardevolle herinnering, waar ik echt heel erg blij mee ben. Dus uh, dankjewel voor het meedenken. Ik had absoluut niet verwacht dat we mijn probleem zouden kunnen omdenken. Maar uh, ik ervaar veel meer rust nu en ik kan veel helderder communiceren. Dankjewel. Wil je Bertot live zien? Dat kan. Want sinds september toert hij weer door het hele land met zijn theatervoorstelling... Zoals verwacht loopt alles anders. Samen met zijn jongste zoon Beer en een vierkoppige liveband. Zij nemen je een avond lang mee in de wereld van het omdenken. Na een lach en misschien zelfs wel een traan... verlaat je dat theater gegarandeerd met een andere kijk op problemen. Kijk op omdenken.nl slash theatershow voor de volledige speellijst. Op dit moment zijn er nog kaartjes voor Venlo, Roermond, Scheveningen, Hoorn... Barneveld, IJmuiden, Nunspeet, Goor, Lochem, Brugge, Utrecht en Uden. Zien we je daar?